Oh, zo. Sterk? Grote slokken is wel... Het is heftig, hè? Zo, die... Kan niet zo goed koffie zetten. Meteen naar de wc, hoor. Ja. Lieve kijkers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe stelling van de week hier op Gamerset.nl. En Amador kwam net hier op GNHQ binnen en die was als een uitgelaten hond. Hij heeft Sekiro Shadows Die Twice uitgespeeld. Amador, hoe voel je eronder? Ik voel me leeg. Ik weet niet meer, mijn doel in het leven is een beetje weg. Die game begrijpt je, hè? Ja, ik heb het idee dat je er ook mee naar bed gaat. Want dan ga je natuurlijk, altijd naar bed. Of zonder dat je iemand verslagen hebt. Je zit altijd ergens vast. Ja, er zijn momenten geweest dat ik dan inderdaad dan de game uitzet. En denk van, ja, maar tijdens het eten. Maar hoe ga ik hem nou verslaan? Ja, dan, weet je? De game gaat jou beheersen. Ja, maar het is me gelukt. Hoe lang was je bij de laatste baas? Hoe lang heb je erover gedaan? Te lang. Echt te lang. Maar het was wel heel vet. Het was echt goed. Lees ook de review op Gamers.nl, zegt alles wel weten over Sekiro. Maar Amador had een stelling, waar kwam Tom met de stelling. Maar Amador en ik sloegen er allebei nogal op af. Games moeten een variabele moeilijkheidsgraad hebben. Moeilijke games als Sekiro. En Amador, toen Tom dat zei, wat zei hij toen? Ja, dan moet je maar gewoon goed worden. Ja, en ik vind dat zo denigrerend naar mensen toe. Nee. Ik vind het echt heel heftig dat je het zegt. Want dat komt uit een soort van... Kijk ook hoe je erbij zit. Je bent ook een soort van trots dat jij, ja, dat jij Sekiro... Ja, maar het zijn... Die games, die moeilijkheid, die horen, die maken de game goed. Ja. En dat, als je er dan een assist aan gaat geven, ik vind dat... Echt afbreuk doen aan games als van From Software. Ik word daar echt boos van het idee. Waarom word je boos van het idee? Wat jij doet is... Kijk, ik vind het echt heel erg knap dat jij die game uitspeelt. Vind ik echt... Ja, echt waar. Ik heb respect. Ook een beetje terug. Maar ik heb ook wel respect. Dat is het ook. Voor het feit dat jij gewoon door die games, ook Dark Souls games, dat jij doorheen ploetert. Ik begin er niet aan. Nee, dat weet ik. Want ik... Ten eerste heb ik gewoon een baan. Ten tweede heb ik meer games die ik wil spelen. En ten tweede word ik daar gewoon heel erg actief van. Dat is niet goed, maar is zo. Ja, ja, ja. Maar voor mij zou een iets makkelijkere moeilijkheidsgraad... Dan heb jij alsnog... Heb je alle credits, alle eer dat jij hem op de setting... Zeg maar, die de developer heeft bedacht. Die zal dan zeggen, dat is dan de standaard setting. Ja. En dan heb ik heel veel respect voor jou. Je mag ook een achievement hebben die ik dan niet heb. Of een trophy. Ja, maar dat... Ja, ja. Alleen, weet je... Zorg er gewoon voor dat je bij bijvoorbeeld bij Sekiro... Iets vaker die revive kan gebruiken. Of dat je wapens iets sterker worden. Dat een klap iets meer damage doet. Dat ook voor mensen die niet zoveel tijd of geduld of talent... Je krijgt al het credit. Talent. Hebben als jij. Dat die ook die game kunnen doorspelen. Want ik heb de game... op Dutch Comic Con stonden we 2 dagen met die game... met onze tuk-tuk. Dus ik heb de game gedemoed aan heel veel mensen... Ja, sorry, zelfs ik kwam niet voorbij de laatste baas van de demo. Na 2 dagen proberen. Na 2 dagen ja, ik zit hier al de hele Comic-Con vast. Ja, nee. Want we hadden gelukkig voor de Comic-Con hadden we een demo die ik kon resetten. Dat je terugging, dat was heel fijn. Maar goed, ja, sorry, het is mijn genre niet. Dus maar in feite ben je heel discriminerend aan mij. Laat ik het zo zeggen, Sekiro vind ik veel minder geschikt voor dan Dark Souls. Dark Souls... Zou in principe wel... Het zou kunnen. Ik zou het nog steeds niet aanmoedigen. Want Dark Souls ook... Die moeilijkheid gaat... De dreiging dat je het lastig hebt... Maakt die game zo goed. Je moet ook veel tactischer aan de gang. Je kan niet zomaar als in Assassin's Creed... lopen en een beetje om je heen slaan. En je komt er wel doorheen. Dat vind ik bij die game zo mooi. Maar een Dark Souls en een Bloodborne... Leent zich daar meer voor dan een Sekiro. Want een Sekiro is een hele lineaire game. Ook qua verhaal. Dark Souls en Bloodborne is... Je hebt je eigen character, die kan je beelden. En je kan er een mage van maken of wat dan ook. Je kan best alle kanten op. En Sekiro is gewoon... Je bent een guy, die heeft een zwaard. En that's it. Je hebt geen eigen beelds en dat soort dingen. Nee, maar ik vind het wel een heel tof spel. Als ik namelijk die demo 150 keer speel... Dan, wat ik wel heel tof vind, is dat, hoe snel de actie is. Ik vind de graphics echt heel tof. Ik vind het super sfeervol. Ik vind ook dat... In die demo zat die grote serpent, die grote slang. Ja, die slang, ja, ja. In die soort van, weet ik, die canyon. Ik ken het Nederlandse woord niet zo. International. High Canyon, ik crevasse. Nou, superleuk. In kloof? De comments zeggen de kloof. Ja. Kloof, dampen de kloof. En, maar dat vind ik dus een super vette ding om mee te maken. Ja, het is ook heel tof. Ik vond die ogre ook bijvoorbeeld een hele vette eindbaas. En dat je dan eerst eromheen moet om die guy met die bellen.
Die, om die eerst uit te schakelen. Want anders komt reinforcement. Die guy met die bellen ook zo'n soort van gebochelde. Ja, het is een super vette characters. Maar ik kan die game niet spelen. Want ik heb het geduld, de tijd en het talent niet. Maar waarom zou je mij dat... Waarom ontneemt From Software mij dat? Waarom... Weet je, is het niet gewoon voor mensen die alleen de story willen ervaren? Heel veel games hebben dat. Heel veel RPG's hebben dat. Heel veel actiegames hebben dat. Voor people who just want to play the story and relax. Oh, ja, ja. Is het een soort arrogantie vanuit jouw kant? Nee, het is geen arrogantie, maar ik vind... misschien is het gewoon een beetje dat ik er een vastgeroest ben, maar ik kan me een FromSoftware... Ik geef nou als voorbeeld FromSoftware. Er zijn vast wel meer studio's die verschrikkelijk moeilijke games maken die ik nog een keer moet gaan spelen. Ja, Fallout 76, dat komt niet iedereen zo lastig. Nee. Die game is zo moeilijk. Ik weet nog steeds niet hoe langs die Invisible Walls moeten komen. Ja, het is lastig ook. Het is lastig. Ja. Nee, maar... Als voorbeeld dan die From Software Game. Maar het is gewoon iets wat in mijn ogen gewoon onlosmakelijk aan elkaar vastzit. Ja. Het is From Software en het is gewoon die uitdaging, die lastigheid die je kan die krijgen. Die er dan ook nog steeds in zit. Maar goed, oké. Okay, ik vind het, ja... Het is... We gaan er niet uitkomen. Nee, we gaan er niet uitkomen. Nee, maar From Software, die, het is echt een soort game, een niche game waar je die je verkiest om jezelf een uitdaging te geven. En als je na een paar keer spelen denkt van, ja, maar dit is niks voor mij. Ja... Jammer, dan moet je... Ja, dat is dus jammer. Dan kun jij dus lekker tegen mensen zeggen dat ze losers zijn, omdat ze iets niet kunnen. Losers niet, je moet gewoon beter worden. Ja, flikker op, ik heb andere dingen te doen. Ja. Goed, wij komen hier niet uit. Leuk dat je hier gekeken naar de stelling van de week. En we willen ook heel graag jouw mening horen over deze stelling. Ben je aan Team Peter van, ja, ik vind eigenlijk ook gewoon dat ik die games moet kunnen spelen. En ben je van Team Amador, nee Peter, je bent een loser, je moet een keer games leren spelen, je hebt geen geduld, homo. Ben je van dat kamp? Team Apeldoorn. Het is maar goed dat je mijn gedachten kan lezen. Ja, goed. Ja. Ik heb precies zo in mijn hoofd. Precies. En wil je alles weten over Sekiro Shadows Die Twice? Een aantal huishoudelijke meningen. Je kunt de game winnen. Dan moet je lid worden van de Games at Weekly. Dat is onze nieuwsbrief. Link staat in de beschrijving. Maar er staan ook links in de beschrijving naar de Apeldoorn geschreven review, de video review en de podcast. We gaan straks podcast opnemen. Gaan we het ook uitgebreid hebben over yes. Kortom genoeg, Sekiro. Als je er meer over wil weten hier op gamersnet.nl. Dankjewel, Apeldoorn. Ja, graag gedaan. Ja, heel bedankt, Peter. En tot de volgende stelling van de week. Dark Souls shirtje aan. Ja, kijk. Mooi man. Mooi hè. Ja. Mag alleen de pro's aan. Ja, ik mag zo'n shirt niet aan. Nee. Daarom koop ik gewoon mooie merkkleding. Hahaha.